Als een reclameblok maximaal 2 minuten zou duren, zou je dan bezwaar tegen hebben dat je niet kan doorspoelen. Want 2 minuten blijkt... Maar goed, wacht, we hadden het over regelgevende initiatieven. Kan je dat opleggen? Dat kan je opleggen. Het decreet signaalintegriteit en het mediadecreet zijn kaders waarbij nu ook vandaag op basis van Europese regels concrete invullingen zijn. Zoveel minuten per uur, zoveel... Dus je kan dat doen. Je kan dat verfijnen, eventueel. Maar het kijkerscomfort staat bovenaan, maar dat is not... There's no such thing as a free lunch. Dus op een bepaald moment moet het ergens betaald worden. En ofwel is dat maar reclame, ofwel zal de abonnee gevraagd worden. Als u geen reclame wil zien, betaal 5 euro, 10 euro extra per maand. Het Spotify-model heeft u het Spotify-model. En ik denk eerlijk gezegd dat het laatste model wellicht het meest haalbare model is. Ja.